We hebben een lange pauze tijdens de middag van 10:50 tot 12:50. Het lijkt lang, maar we hebben toch heel wat activiteiten die de leerlingen kunnen doen. De sportievelingen die kunnen buiten voetballen of basketten. Ze kunnen dan een bal gaan halen in de sporthal. Leerlingen die echt wat competitie willen spelen, die kunnen ook meedoen aan de volleybalcompetitie, voetbalcompetitie of tjoekbalcompetitie. Dat is ook tussen andere scholen. Dat vinden ze wel altijd heel leuk om te doen. Leerlingen die wat minder sportief zijn, die kunnen ook deelnemen aan het koor. We hebben een koor van 1 tot en met 6. Ze gaan ook op koorweekend één keer per jaar, dus dat vinden ze ook wel heel leuk. Er zijn ook bepaalde activiteiten die leerlingen op de computer kunnen doen. Dus ze kunnen altijd een computer reserveren en 's middags daar eventjes dingen kunnen opzoeken of taken die ze nog moeten afwerken of zo kunnen maken. Voor de leerlingen die bijvoorbeeld afwezig zijn geweest door ziekte of een andere reden, die kunnen ook altijd extra remedieringsoefeningen of extra uitleg krijgen van de vakleerkrachten. Dus een beetje studiebegeleiding onder de middag. De leerlingen vinden het de dag van vandaag soms makkelijk om met de gsm en de computer om te gaan in hun ogen. Maar het is niet altijd zo makkelijk en daarom organiseren wij een aantal lessen tijdens de middag rond veilig internet, waarbij ze dan ook een diploma kunnen halen, waarbij we hen eigenlijk proberen te wijzen op de gevaren die er toch achter het gebruik van internet kunnen schuilen en waar zij zich niet altijd heel bewust van zijn. De leerlingen van het eerste jaar hebben allemaal een meter en een peter, dat zijn meestal kleine groepjes. En die organiseren tijdens de middag ook vaak activiteiten waarbij ze dan eigenlijk een vertrouwenspersoon of een vertrouwensband kunnen opbouwen met hun meter en peter. Waarbij ze vragen kunnen stellen over de werking van de school en hoe het er allemaal aan toe gaat. En op regelmatige tijdstippen lunchen ze ook samen om het een beetje gezellig te maken.